is van 3, dat zei dat niet, maar onze hersenen die gaan die eerste noot van de 3, die denken, oh ja, dat is de tel. Dus de luisteraar heeft geen idee meer waar de tel blijft. Dus daarmee bedoel ik dit. Twee maten ritme. Jullie zijn gevorderd, dus waarschijnlijk hoor je misschien wel waar de tel blijft. Maar neem van mij aan het gros van je luisteraars en het gros van minder gevorderde drummers, die heeft geen idee meer waar de tel zit. Nou, nu komen we op iets wat voor mij een zure appel was, en dat is tellen. Want ik heb namelijk mijn leven lang echt de pesthekel gehad aan tellen. Ik lees al van kind af aan in de Modern Drummer, die de Amerikanen zeggen, you can't count everything, count out loud. Maar ik ben er altijd te lui voor geweest. Ik heb altijd gezegd, tellen, ik wil het voelen, dan hoef ik niet te tellen. Maar om het goed te kunnen voelen, moet je soms wel tellen. En toen ik deze dingen ben gaan doen, is het voor het eerst in mijn leven, dat is echt pas misschien 4 jaar geleden, dat ik mezelf gedwongen heb om mee te tellen als ik dit speel. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar het is de enige manier om echt te snappen waar je blijft, als het fancier wordt. Ik ga dadelijk laten zien hoe je het leuker kunt maken. Waarom twee maten? Twee maten ritme, twee maten veel. Omdat als je iets over twee maten kunt, kun je het ook over 4. En van 2 inkorten naar 1 of naar een halve maat, dat is heel makkelijk. Maar als je het conceptje maar een halve maat zou toepassen, dan is uitbreiding naar 2 maten niet zo makkelijk. Dus je kunt het beter over een lang tijdje kunnen en inkorten, dan dat je het maar even kan en dat je het moet verlengen. Nou, 2 maten veel komt nog wel eens een keer voor. En dat gaan we zien op bladzijde 3. Maar nogmaals, je hoeft helemaal niet mee.